Het is donderdagochtend, het is 15 november 2012. We zijn met de schoolreunie op bezoek bij oud-directeur van de Fontein MAVO uit Bussum. Goedemorgen, Wim Dashorst. Goedemorgen, Cor. Leuk dat ik hier even bij mag zijn. Je bent hoofd van de school, van de Fontein School. Hoe lang is het zeg maar geleden dat je daar voor het laatst directeur was? Nou, ik ben begonnen in 1985 en gestopt in 2002. Dus in totaal 17 jaar directeur geweest. Dat is een hele lange tijd, hè? Een behoorlijk lange tijd voor de topsport. Maar we gaan er niet zo'n lang interview van maken. Nee, graag. Graag. Ja. Waar ben je eigenlijk geboren, Wim? En wat heb je eigenlijk gedaan daarvoor? Vertel even, want hoe word je nou een directeur van de Fontein MAVO? Nou, ik ben geboren in Bussum. Daar ook lagere school en middelbare school gedaan. Toen kweekschool gevolgd in Hilversum. Dan word je hoofdonderwijzer eigenlijk. Maar lagere school, waar ik een paar keer heb ingevallen, vond ik helemaal niks. Ja. En toen kwam ik terecht op de VGLO in Hilversum. En dat vond ik wel leuk. Hoewel het me toen erg veel moeite kostte om orde te houden en dat soort dingen. Dus dat leer je met vallen en opstaan. En via LTS'en in Hilversum, Kerkelande en de LTS Weesp ben ik uiteindelijk in Zoetermeer terechtgekomen op een MAVO. Oh. En daar was ik leraar in Nederlands, tekenen, handarbeid, informatica en maatschappijleer. En aardrijkskunde. En daar werd ik uiteindelijk, behalve decaan, ook directeur. Ben ik daar een jaar geweest, maar door een fusie was ik overcompleet. En toen kwam er een vacature in Bussum. En dan ben ik in 1985 begonnen, als vrij jong broekie, 37 jaar oud. Ja, 37, ja. Toen was je al directeur. Zo. Kun je even mij aangeven, zeg maar, wat is nou het leukste zeg maar, van, om directeur te zijn op die middelbare? Wat vond jij het leukste op zo'n school? Ja, ook twee dingen. Ik vond het lesgeven nog steeds leuk. Maar ook dat je het beleid, de richting waarin de school gaat, dat je dat mede kunt bepalen. Dat jij de lijnen kunt uitzetten samen met de mensen. En het was in ieder geval op de Fontein een enorme uitdaging. Want de school stond op het punt van ten ondergaan met 241 leerlingen toen ik kwam. En 240 was de opheffingsnorm. Ja, dat is heel kritiek, hè? En het was in het Gooi destijds een enorme overlevingsslag tussen de verschillende MAVO's. En een aantal daarvan heeft het niet gehaald. En een paar zijn uiteindelijk overgebleven. Ministerpark, nu dan Vitus College Naarden en de Fontein. Ja, de rest is allemaal weg. De rest is allemaal weg, ja. Ja, toch goed gedaan. Toch? Nou, het team heeft het goed gedaan. Ja. Dat is ook zo. Je gaf ook nog les. Ik heb op de Fontein in de beginjaren nog Nederlands gegeven. En ik heb op een gegeven moment alle brugklassen informatica gegeven om alle kinderen te leren kennen. Okay. En dat is een perfecte manier om gewoon, als je de brugklasinstroom kent, dan heb je dan gewoon 4 jaar plezier van. Ja. Maar op een gegeven moment werd de school zo groot dat het lesgeven erbij inschoot. En uiteindelijk is de baan zodanig administratief en beheersmatig geworden dat ik het steeds meer, heimwee kreeg naar het lesgeven. Ja, je miste gewoon de leerlingen. De leerlingen, het contact ermee. Daar heb je uiteindelijk het beroep voor gekozen. Ja. Okay. Het stoutste jongetje van de klas, die kwam dan als goed is bij de directeur. Hoe ging je ermee om? Altijd het verhaal aanhoren van de leerling. Altijd. Dat werd me niet altijd door collega's in dank afgenomen, maar ik heb altijd het idee gehad van, moet je luisteren, vertel jij nou maar het verhaal zoals jij het beleefd hebt. Mm-hmm. Maar één ding, ga me niet zitten foppen. Nee. Want als jij mij het ware verhaal vertelt, dan kan het zijn dat dat inderdaad een straf oplevert of wat dan ook. Maar ga me niet zitten foppen, want dan heb je mij ook niet aan je kant. Nee. En kijk, heel veel ernstige dingen gebeuren er niet op zo'n school. Maar zijn er niet specifieke gevallen bijgebleven? Denk je, nou, dat is een verhaal met een leerling? Of zeggen van, nou, dat kan me niet herinneren. Er zijn wel een paar van die dingen, maar dat voel je jezelf. Nee, wat wel een probleem op de Fontein een tijdje geweest is, was blowen. En dat was natuurlijk wel een sport om te kijken of je figuren te pakken kon krijgen.
En ik heb laatst al van een oud-leerling gehoord dat ze toen wel vond dat ik nogal intimiderend te werk was gegaan. Okay. Maar ja, dat wou ik dus echt niet hebben, een blauwe tijdens schooltijd. Nee. Want als je nu voorbij rijdt, want ik kom regelmatig op school, moet allemaal materiaal ophalen. En dan zie je daar in die overbruggingen van die auto's, zie je ze allemaal staan, hoekjes roken en zo. Als je daar gaat kijken, dus deed je dat ook vroeger daar, op de AGD-Klaan? Het ging ik wel achter groepjes leerlingen aan dat ik die vertrouwde, ja. Ja? Ja, ja, ja. Nou, wel leuk. Even kijken, als je het over mocht doen, zou je dan weer dezelfde weg bewandelen zoals je het nu hebt gedaan, zeg maar? Ik heb geen spijt van de stappen die ik in mijn carrière gezet heb. Nee, ik denk dat ik misschien iets eerder gestopt zou zijn met directeur zijn. En wat ik de laatste 7 jaar gedaan heb in Weesp, was ik afdelingsleider van de afdeling MAVO. En voor de helft van mijn baan ook weer aan het lesgeven. Ja. En ja, dat vind ik gewoon heerlijk. Die combinatie van en leiding geven, maar ook gewoon voor de klas staan. Want die contacten met die leerlingen, dat vond ik echt... Dat is mooi natuurlijk. Dat is heel mooi, ja. Nou, daarvoor word je ook leraar, hè? Ja, dat is de reden om het vak te kiezen. Ja. Oké, neem aan dat je er volgende week bij bent. Volgende week donderdagavond bij de reunie. Ja, ja, ja. Het is wel mijn vaste biljartavond, maar die laat ik er graag verlopen. Dus we moeten een biljart neerzetten. Nee, laat maar. Of snoeken, zoiets hoor ik ook met meneer van Vleuten. Ja, met de vleut moet ik nog altijd snoekeren. Dus ik hoop dat er nu binnenkort eens van komt. Als die er is, gaan we die afspraak ook echt maken. Ja, hij heeft mij gezegd dat hij zou komen. Dus niet voor een interview, maar wel op de reunie. Ja, ik reken op hem. Ja, okay, dus bij deze, Herman. Even kijken, we hebben ook nog bekende Nederlanders. Elke school heeft bekende Nederlanders gehad. En de Fontein heeft er ook een paar, hè? Ja, ik begon Nederlandse les te geven in klas 2C. En daarin zat Tjitske Reidinga. Die toen al ambitie had om actrice te worden. Gooise Vrouwen. Bekend van Gooise Vrouwen onder andere, maar ook van hele mooie theaterrollen. Ja. En nog niet zo heel lang geleden heb ik er ontmoet op station Bussum in het voorbijgaan. Een gedag gezegd. Okay. Nou, Kim Lammers natuurlijk van hockey, maar ook Sabine Ronkers. Allebei destijds door Jack de Boer al aangewezen als heel talentvolle meiden. Jack de Boer, de gymleraar van die dagen. Nou, Michael van der Kruis is wel niet wereldberoemd geworden. Maar hij was in wezen wel een heel groot talent toen hij nog bij Ajax en Feyenoord in de jeugd zat. Oud is die jongen, hè? Oud is BFC'er, toch? Oh, of zeg, sorry. Ja, nee, zeg het niet tegen zijn vader, tegen Joop. Tegen Joop ook goed is. Oké, foutje. En ik denk dat Joseph Klibanski, dat de Joey Klibanski is die ik mij herinner van vroeger. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, dan gaan we even uitzoeken. Dus dan gaan we even kijken of het allemaal klopt. Goed. En Christian Albers niet te vergeten. Ja, de Formule 1 coureur. Die in die dagen al als jochie in Engeland wedstrijden reed in een of andere Ford Formule klasse. Ja, 2000 of zo was het. Nou, maar en toen al de ambitie had uitgesproken, ik wil Formule 1 gaan rijden. En hij heeft dat waargemaakt. Op zich heel knap. Oké. Okay. Ja. Nou, zo zie je toch, we gaan kijken wie er allemaal van die mensen aanwezig zijn. We danken voor de gastvrijheid dat we hier mochten zijn namens de schoolreunie en de leerlingen van je oude school, de Fontein. En we wensen je verder veel succes met je mooie hobby's die ik hier links en rechts op me heen zie hangen. En we zien je graag terug volgende week donderdag. Okay. Bedankt. Tot volgende.